Oké, voor deze video, ik gebruik nu de XH1, dus ik heb die voor recent gekregen. Ik ben nu aan het filmen met de XH1, meestal gebruik ik de XE3. Je merkt wel dat de XH1 voor video veel meer opties heeft. Dus waar je bij de XE3 of de XT2 bijvoorbeeld niet echt iets kunt instellen qua autofocus systeem bij video, kan dat bij de XH1 dan weer wel. Maar deze video gaat over een test die ik gedaan heb, een vergelijkende test tussen twee lenzen. De 16-55mm 2.8, dus de grote lichtsterke zoomlens van Fujifilm. En die heb ik vergeleken, het is een vreemde vergelijking, moet u waarschuwen. Het was eigenlijk de vraag kwam van een, het was niet van een luisteraar, het was op een forum dat ik het gelezen had, iemand die de vraag stelde. Die had op dat moment die 16-55 zoomlens en die gebruikte die voor productfotografie. Het waren schoenen die hij fotografeerde. Ik denk was het een schoenenverkoper of een schoenenverzamelaar of een schoenenmaker of iets in die zin. Maar hij fotografeerde in elk geval heel veel schoenen. En hij gebruikte daarvoor tot nu toe bijna altijd zijn 16-55mm. Maar hij gebruikte die heel vaak op 55mm. En hij vroeg zich af of dat hij betere resultaten zou bekomen met de 56mm 1.8, dus de vaste brandpuntsafstandslens. Een echt een heel specifieke portretlens. En die lenzen kunnen bijna niet verschillender zijn van elkaar. Dus de ene is echt een lens voor een allround lens. Dus een lens waarmee een zoomlens waarmee je heel veel verschillende dingen kunt doen. Je kan daarmee op 16mm perfect hele wijdse landschappen fotograferen. Maar je kan ook op 55mm portretten maken bijvoorbeeld. Je kan op 23mm reportagefotografie doen. Dus je kan met die lens heel veel doen. Voor mij persoonlijk, ik heb die lens ook en ik gebruik die lens vooral op momenten waarbij dat ik het niet erg vind van met een iets zwaardere lens onderweg te zijn en waarbij dat ik vooral totaal niet weet welke lens ik zal nodig hebben. Als ik op voorhand weet van ik heb die brandpuntsafstand nodig, dan neem ik een compactere prime lens mee. Als ik het op voorhand niet kan inschatten of niet goed kan inschatten, neem ik die zoomlens mee. En ik moet zeggen, de resultaten van die zoomlens ben ik heel tevreden van. Dat geeft echt heel mooie, scherpe beelden. Maar die persoon wou die lens dus vergelijken met de 56 1.2. Hij zei wel zelf ook al van, we gaan die vergelijking maken, maar natuurlijk wel op 2.8. Die 56mm is een echt portretlens. Dat is een lens die echt heel specifiek door Fujifilm gemaakt is voor portretfotografie. En ik kom er zo meteen op terug bij het bespreken van de resultaten, maar doordat die lens echt gemaakt is voor één specifiek doel, merk je ook wel dat die eigenlijk voor, en dan verraad ik eigenlijk al een klein beetje de uitkomst, voor productfotografie niet per se heel geschikt is. Sowieso, voor productfotografie 1.2, daar ben je niet veel mee, tenzij dat je echt vlakke producten hebt, want je hebt over het algemeen bij productfotografie meer scherpte diepte nodig. Maar ik zeg, het is een vreemde vergelijking, maar ik heb hem toch gemaakt op vraag van, ik ben ondertussen aan het kijken voor wat ik gedaan heb. Ik moest een productfoto maken van mijn telefoon voor een app die ik ontwikkeld heb. Die staat in de App Store ondertussen met diezelfde foto's, dus kan, of met de foto's die ik gemaakt heb beter, dus kan eigenlijk heel snel die App Store listing opzoeken. En dan kan ik het daar ook gemakkelijk laten zien. Kijk, dus dit is waar ik het over heb. Dus je ziet dat, dat is de app die ik gemaakt heb. Onderaan die app staan drie screenshots normaal. Dus normaal staan er drie screenshots. Maar je kan dus, heb ik ontdekt, daar ook een foto in plaatsen. Wat dat dan grafisch iets meer aanspreekt door een foto op te delen in drie stukken die ongeveer de grootte, of nee, exact de grootte hebben van een... van een scherm. Want als je dan verder gaat, kijk, dus dit is echt de listing van de app. Als je dan verder gaat, dus dit zijn de screenshots waar ik van sprak, maar als je dan verder, dit zijn echt dan screenshots in de app, of van de app beter. Ja, dus het is een app waarmee dat je kunt verbinden met de motorfiets. Vandaar, dit is het dashboard van de motorfiets. En dan met de telefoon gemonteerd op het stuur om zo eigenlijk aan te tonen waarvoor dat de app gebruikt kan worden. Nu, ik heb dus die foto's gemaakt. Ik heb ze niet op statief gemaakt omdat ik
over de motor heen moest buigen. Dan was dat al complex om statief op te stellen. Ik heb de X-T1 gebruikt, geloof ik. De twee lenzen zo goed mogelijk dezelfde compositie gebruikt. Het moeilijkste was eigenlijk de reflectie van het licht in de schermen van zowel deze telefoon als van het scherm van de motorfiets. Dus daar moest ik wel een beetje zoeken van die reflecties daar zoveel mogelijk uit te krijgen. In de praktijk zou je dan, als je dat vaker doet, best een polarisatiefilter gebruiken. Omdat de polarisatiefilter heel specifiek licht uit ongewenste hoeken gaat filteren. En zo'n reflectie is licht dat uit de verkeerde richting komt. Hè. Eigenlijk, je kan daaraan draaien aan die reflectiefilters om dan bepaalde stukken van het licht weg te laten. En zo kun je heel specifiek kiezen voor het licht wat op je onderwerp valt. En dan het licht wat eigenlijk gereflecteerd wordt, dat wegfilteren. Ik heb bij beide lenzen een zonnekap gebruikt. Ik heb beide lenzen op 2.8 gebruikt. De ene op 55 mm, de andere op 56 mm. Die 55 mm, dat is die zoomlens, die 16-55. Als je die uitzoomt, dan vergroot die lens ook. Sowieso qua formaat, als je die twee naast elkaar zet, de 56 is de compactste en de lichtste. Ondanks dat die veel lichtsterker is. Die zoomlens is 16-55, zeker, die weegt meer, die is groter. En zeker als je die dan volledig uitzoomt naar 55 of inzoomt is het zeker, dan is dat wel een pak langer, die lens. Maar de resultaten. Dus het komt er eigenlijk op neer. Ik zal de foto's hier ook in de video proberen plaatsen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat de 1655 betere resultaten gaf. Er was meer contrast. Het geheel toonde scherper. En dan bedoel ik over de totale oppervlakte van het beeld. Dus ook in de hoeken en dergelijke meer. De foto kwam er over het algemeen beter uit. Vooral het verschil in contrast was opvallend. En ik zeg het, ik heb bij beide lenzen een zonnekap gebruikt, dus dat kan het probleem niet geweest zijn. En bij de 56 mm had ik dus wat minder contrast. En dan zag je ook in de randen van het beeld, ondanks dat die lens al een paar stops dichtgezet was, qua lichtsterkte, qua diafragma, zag je in de randen toch nog dat het minder scherp was dan in het centrum van het beeld. Nu, voor een portretlens is dat absoluut geen probleem. Is dat vaak zelfs een gewenst effect dat je zoekt. Dat vooral je onderwerp in het midden scherp is. En dat naar de randen toe niet zozeer scherp moet zijn. Plus, de sterkste feature van die 56 mm lens is juist die 1.2 opening. Dus dat je die lens ook op 1.2, op 1.4, op 2 kunt gebruiken. Terwijl dat bij die 2.8 lens natuurlijk niet kan. Op zich geen verrassend resultaat. Het is sowieso een vreemde vergelijking. Ik denk als je echt heel specifiek voor productfotografie bezig bent en je zoekt een lens voor productfotografie, dan is denk ik een standaard lens, de 35-1.4 of de 35-2, dat zijn twee goede opties. Of wat dat ook een goede optie kan zijn, is als je richting macrofotografie kijkt. Dus hebben ze de 80 mm en de 60 mm. Allee, de 60 is geen echte macro, maar bijna macro. Nee, dat ook goede opties kunnen zijn. Op statief dan natuurlijk. Met een redelijk dichtgestopt. Maar dus dat was voor deze video. Bedankt voor het kijken en graag tot binnenkort.